praten we met een echte mis. Praten we over Sinterklaas intocht in Boxtel aanstaande zondag. Is het morgen de 11e van de 11e carnaval, daar gaan we het over hebben. En Boxtel is een nieuwe stichting rijker. Het is vandaag dinsdag 10 november. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dommeland Live. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst en Stage Event Equipment. Ja, we openen deze uitzending met een echte dame met beauty and brains. Op 26 oktober eindigde zij in de top 20 van de, moet ik het goed uitspreken, de Miss Grand International verkiezing in Bangkok. En dan hebben we het natuurlijk over de 24-jarige Shawnee Bult. Ja. Superleuk dat je hier bent in de studio. Ja, uit Boxtel, hè? Ja, uit Boxtel. Voordat wij verder gaan praten, we hebben wat beelden van jou, de verkiezing. Kijk even mee. Ja. En nog even zo, dit zo, daar is je. Hoe voelde dat daar op het podium? Ja, het was toch wel heel spannend hoor, want mijn ouders waren gekomen, helemaal vanuit Nederland. Vanuit gewoon en vanuit de vanuit Boxtel. Helemaal naar Bangkok. Ja, ik had tegen ze gezegd dat ze een Nederlandse vlag mee moesten nemen, zodat zodra ik het podium opkwam, dat ik ze meteen herkende. Ja. Dus iedere keer als ik het podium opkwam, ging die rode en blauwe vlag ging omhoog en ik zag meteen waar ze zaten en ja, je zag gewoon, ik straalde. Ja. En vooral, ja, ik zag mijn papaatje. Hoe ga je eigenlijk om met zenuwen? Want je staat op het podium zo zelfverzekerd. Ja. Het lijkt me doodeng. Nou, op het podium zelf valt het mee. De ergste momenten zijn eigenlijk de momenten voordat je de cue krijgt. Dus dat je eigenlijk staat te wachten totdat je het podium op mag. En dat, ja, dan denk je echt van, waarom doe ik dit? Maar zodra je op het podium staat, dan is het gewoon echt fantastisch. En ja, alleen het momentje voor het podium, dat is altijd eventjes spannend. Maar waarom doe je dit? Nou, je ik moet zeggen, ja, nou, ik moet zeggen, ik krijg er gewoon heel veel energie van. Ik leer er gewoon iedere keer heel veel van. Ik heb nu natuurlijk vriendinnen over de hele wereld. Uit bijna ieder land ken ik wel iemand. Ik leer gewoon veel van nieuwe culturen. Ik heb veel gezien ook weer van Bangkok. Ja, het is gewoon fantastisch. Je leert gewoon zoveel ervan. Mm-hmm. En ja, daarom doe ik het eigenlijk iedere keer. Wilde jij dit, want je ziet in Amerika, hè, ik zat toevallig vanmiddag maar even in te lezen, mm-hmm. de uitzending, zie je al die princesses, hè, die kleine meisjes. Ja. Wilde jij dat vroeger ook al? Wilde jij vroeger al model of mis worden? Nou, vroeger wilde ik archeoloog worden. Archeoloog? Ja. Maar eigenlijk is gaandeweg, ik werd wat ouder, en zodoende is eigenlijk, ik weet niet, die droom is gewoon op een gegeven moment een keer gekomen en ik heb niet opgegeven. Mm-hmm. En uiteindelijk beland je dan internationaal in de top 20 van 90 landen, dus dat is wel een prestatie, daar ben ik heel trots op. Ja, want hoe ben jij bij die verkiezing eigenlijk terechtgekomen? Nou, ik ben hier... Ben je opgegeven door iemand? Of nou... Hoe gaat dat in zijn werk? Ik zat eigenlijk in 2012, heb ik meegedaan in de Miss Brabant verkiezing. Toen ben ik ook hier... bij Dommeland Live geweest. Mm-hmm. Toen ben ik derde geworden. De reden waarom ik me toen eigenlijk inschreven was voor catwalk lessen, want ik dacht, oh, dat wil ik wel leren. Ik dacht, ik haal het toch nooit tot die finale. Nou, uiteindelijk is dat wel allemaal gegaan, maar ik raakte gewoon echt... Ik werd gewoon zo bewust dat ik zoveel meer uit mezelf kon halen. Toen ik daar op de casting stond, dacht ik echt van... Ze vroegen mij, wie vind jij de beste wereldleider of zo? En behalve Obama. En Obama was de enige die ik kende toen dat tijd. Dus ik dacht echt van, ja, ik moet gewoon echt iets aan mijn algemene kennis gaan doen. Mm-hmm. Ik moet gewoon echt aan mezelf gaan werken. En misverkiezingen, die motiveren je gewoon om echt het allerbeste uit jezelf te halen. Want je wil niet verschut staan op een podium. Mm-hmm. En zeker niet op een internationaal podium. Ja.
Wat is eigenlijk de Miss International of Grand International verkiezing? Nou, je hebt de Miss Grand International verkiezing. Zij zijn eigenlijk heel erg zetten zich in tegen de strijd tegen geweld. De winnares van vorig jaar is bijvoorbeeld naar vluchtelingenkampen geweest om daar dekens, eten, alles uit te delen. En zij geloven niet dat ze de oorlog kunnen stoppen, maar ze geloven wel dat ze de slachtoffers kunnen helpen. Hier in Nederland kun je dat misschien niet zo voorstellen, maar in Azië wordt er echt tegen de mis opgekeken. Als jij daar komt, dan verschijnt er al meteen een lach op het gezicht van de mensen daar. En je merkt gewoon echt, je maakt echt een verschil voor hun. Mm-hmm. En ja, dat is eigenlijk waar Miss Grand International zich voor inzet. Oké. Okay. Je hebt een heel apart leven, lijkt mij. Ja. Je reist op dit moment enorm veel. Ja, ja. Of nu ben je even in Bokstel, maar voor hetzelfde geld volgende maand zit je weer in Dubai of et cetera. Hoe ziet jouw leven eruit? Wat moet je ervoor laten? Wat moet je ervoor doen allemaal? Nou, voor mijn gevoel hoef ik er eigenlijk niet zo heel veel voor te laten. Toen ik bij Miss Brabant eigenlijk met mijn neus op de feiten werd gedrukt dat ik eigenlijk helemaal niet zo gezond bezig was, heb ik toen eigenlijk helemaal drastisch omgegooid. Dus ja, gezond leven is voor mij niet echt een opgave. Ik heb wel wat studievertraging opgelopen, maar ik ben nu wel aan het afstuderen. Dus over 2 maandjes ben ik daarmee klaar. Dus ja, eigenlijk, ik hoef er niet zo heel veel voor te laten. Het is gewoon mijn levensstijl eigenlijk. Hoe gaat jou, als je vertelt dat je ouders zijn komen kijken. Ja. In Bangkok. Ja. Hoe gaat hij hiermee om? Nou, zijn die niet bang van, oh, ons lieve meisje, komt ze in de wereld terecht van... Nee, mijn ouders zijn eigenlijk best wel trots op het feit dat ik gewoon doe, dat ik mijn dromen gewoon nastreef. Mm-hmm. En papa en mama zijn altijd, ja, die steunen mij toch wel, wat ik ook doe. Ik kan niet gek genoeg, ja, ze zijn gewoon, als jij gelukkig bent, dan ben ik het ook. Dus ja, die steunen me echt in alles en dat is echt geweldig. Want zonder hun had ik het nooit zo ver kunnen schoppen. Ja. En jouw vriend die woont hier ook in Bokstel. Maar hoe gaat hij ermee om? Want ja, hij heeft een prachtige vriendin. De mannen kijken ernaar. Het lijkt me best wel lastig. Het maakt hem eigenlijk eerder gezegd helemaal niet zoveel uit. Hij is zelfverzekerd genoeg om niet onzeker te raken door de aandacht die ik krijg. Mm-hmm. En hij gaat er altijd heel rustig mee om. Hij is echt de meest normale persoon die, ja, voor mij is hij natuurlijk heel speciaal, maar hij is echt gewoon een hele normale jongen, helemaal niet jaloers en ik vind dat ik het heel erg getroffen heb met hem. En hij was niet in Bangkok? Nee, hij was niet in Bangkok, nee. Ah. En bij mensen kijken, denk ik, altijd met bepaalde blikken, mm-hmm, naar modellen en naar misverkiezingen. Ja. He, van die meiden hebben allemaal heel veel, mm-hmm, ruzie onderling, is dat ook echt zo? Nee, dat is echt niet zo. Nee, eigenlijk mijn beste vriendinnen komen eigenlijk uit de misverkiezingenwereld. Want die begrijpen echt waar je doorheen gaat die 3 weken. Kijk, het is superleuk, je maakt superveel vette dingen mee. Maar uiteindelijk, het is wel heel zwaar. Want per nacht heb je iets van 4 uur slaap of zo. Maar je gaat er toch wel allemaal doorheen met z'n allen. Ja. En hier in Nederland, dan vertel je het soms, maar dan dringt het toch vaak niet door hoe zwaar het is. En die meiden, die begrijpen je. Je zit 24-7 zit je met elkaar en er gebeuren natuurlijk hilarische dingen, mm-hmm, onderling. En dus ja, er is eigenlijk helemaal geen haat en nijd. En het is ook hoe je jezelf opstelt. Ik ben zelf niet de allermoeilijkste. Ik maak snel vrienden, ik ben niet verlegen. Dus ja, voor mij is het heel makkelijk om internationaal vriendinnen te maken. Je zegt al van, je maakt enorm veel dingen mee. Ja. Kun je eens een voorbeeldje geven van wat is nou een hele mooie ervaring die je hebt opgedaan? Nou, Is het mooiste wat je hebt meegemaakt? Ja, het ja. Zo'n trip? De trip die ik eigenlijk echt heel erg mooi vond, was toen we met z'n allen naar het Grand Palace gingen in Bangkok. Dat was de eerste dag ook, dus je kent eigenlijk nog helemaal niemand. En ja, die eerste dag probeer je toch wel een beetje al, want je zit allemaal in hetzelfde schuitje, dus je probeert allemaal een beetje vriendinnen te maken. En dat is eigenlijk de dag waarop je ook de meeste mensen spreekt, want uiteindelijk trek je toch meer naar bepaalde meiden toe, omdat je daar, mm-hmm, gewoon heel goed mee op kan. Maar ja, toen in Grand Palace, dat was echt fantastisch, supermooi. Ik ben ook bouwmens met een vastgoedstudent, dus ik kan mooi vastgoed wel heel erg waarderen. En dat was voor mij gewoon de allermooiste dag. Ja, want we zagen je net al op de foto, mm-hmm, je hebt een prachtige jurk aan. Wie heeft die jurk trouwens ontworpen? Bjorn Kersten.
Bjorn Kerst, ja. Waarom, hoe kwam je daarbij terecht? Mijn national directors, die werken eigenlijk altijd met hem samen. Ik ken hem nog niet, maar echt, hij heeft mij fantastisch begeleid in het proces van mijn jurk. Want ja, jurk is wel een van de belangrijkste dingen, vind ik dan zelf. Mm-hmm. En ja, hij heeft mij daarin echt, jurk is echt helemaal op maat gemaakt. Echt alle, tot aan mijn armlengte toe, weet je wel. Dus ja, was echt heel bijzonder. Echt fantastische designer. Nu draag jij prachtige kleding normaal gesproken. Waar ik nou benieuwd naar ben, als Shorty gewoon in boksel is. Ja. Hoe ziet zij er dan uit? Shorty ziet er dan uit met een paardenstaart. Zonder make-up? Ja, wel make-up, maar ja, spijkerbroek. Ik ben een echte Nederlandse, dus ik hou ook echt van mijn Nike Air Max. Ja, het verschilt gewoon iedere dag. De ene keer loop ik op hakken en de andere keer loop ik op mijn Nike Air Max. Dus ja, ik ben gewoon super normaal. Dat mag ik wel voorop stellen. Ik zei net in het begin van toen we met elkaar begonnen te praten. Mm-hmm. Je beauty and brains, het is bij jou ook echt zo. Je volgt ook nog een studie, vastgoed en bouwmanagement. Of? Nee, bouwmanagement en bouwmanagement vastgoed. Bouwmanagement en vastgoed, ja. Sorry. Verkeerde volgorde, maar dat is helemaal goed. Hoe combineer je dat? Ja, het is best lastig, maar ik ben er tot nu toe altijd nog in geslaagd. Het is gewoon heel goed plannen. En ik heb gewoon de drive, ik heb gewoon heel veel ambitie om het gewoon goed te doen als mis, maar ook in mijn studie. En ik denk dat als je ambitie hebt, dat je altijd wel de tijd vindt en de drive vindt om succesvol te zijn op beide vlakken. En het gaat gewoon om de prioriteiten die je stelt. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Daar ben ik zelf ook nog niet over uit. Als het goed is ben ik over 3 maanden afgestudeerd. Daarna ga ik denk ik nog reizen. Maar ja, over een paar jaar denk ik toch, hoop ik eigenlijk wel mijn eigen vastgoedbedrijfje op te starten. Ja, maar wil je daarnaast niet nog, weet ik wat, acteren, presenteren? Heb ik wel over nagedacht. Lijkt me echt superleuk. Maar ja, zoals ik al zeg, ik heb zoveel ambities. Ik vind zoveel dingen leuk. Ja. Acteren en presenteren zou me echt ook super tof. Ik ben bokser, waarom kom je niet een keer naast me zitten? We het een keer samen. Nodig me maar uit, Geert. Ik nodig je bij deze uit. Oké, dat is goed. Volgende aflevering kom jij bij mij dan samen. Dan kom ik met jou mee presenteren. Ja? Ja, doe ik. Super lief dat je dat. Dankjewel. Ja, graag gedaan. We gaan naar heel iets anders. Sinterklaas. Aanstaande zondag is de intocht. En hierbij heeft de burgemeester iets te zeggen. Kijk maar even mee. Brief. Madrid, november 2015. Na rijp en intensief beraad met de beide ambtsbollebozen heeft Sinterklaas dit jaar echt waar Bokstel uitgekozen. Als slaap-, werk- en mijmerplek liefst aan de Dommel, voorzien van een aanlegstek. Met opslagplaats, een hele grote, voor 15 miljoen pepernoten. En een mooie, schone stal met stro voor het liefste paard Americo. Kasten met vakjes en opbergvakjes voor minstens 14.000 pakjes. En requisieten voor de pieten. Wat zal Sinterklaas genieten van dit Brabantse centrum, mijn rij. Mooie boksel, zo gastvrij. Doe je best en maak de Sint blij. Vriendelijke groeten, Don Angel Peralta. De personal assistant van Sinterklaas stuurt mij een brief. Volgens mij wil Sinterklaas graag in Boksel komen, om dat als uitvalsbasis te gebruiken. Maar waar kan ik dit allemaal realiseren? Ik zou het niet weten. Hoe ga ik dit oplossen? Ja, hoe gaat dat? Dit jaar de intocht van Sinterklaas krijgt een heel andere draai. Stapel op Sint gaat het heten. Bij mij op de bank Wim Ketelaars en Hanneke Ketelaars. Vader en dochter. Wim, om met jou te beginnen. Stapel op Sint. Vertel. Stapel op Sint. Vertel. Hoe is het ontstaan? Ja. We hebben in Boksel al in de loop der jaren een prachtige traditie ontwikkeld met elkaar voor de intocht. En die werd jaarlijks maar groter en groter bij de Deken de Wijnstraat. Maar bij een aantal mensen leefde nog steeds het gevoel, wat zou het toch mooi zijn als hij toch eens wat langer in Boksel mocht blijven. Ja. Maar ja. Toen kwam de brief van de burgemeester. Ja. In november vorig jaar. En toen kreeg de burgemeester het verzoek. Zou de Sint in Boksel kunnen verblijven? Ja, want hij zoekt een logeeradres. Hij zoekt een logeeradres. Voor 3 weken. En dat ligt er natuurlijk niet om. Nee. Dus
De burgemeester heeft nu hulp ingeschakeld van 3 prachtige kinderen die op zoek gaan. We mogen natuurlijk ook wel een beetje verklappen dat de burgemeester Boksen Vooruit heeft ingeschakeld. om ook een beetje mee te gaan zoeken. Ja. Nou, dat zoeken, dat hebben we gedaan. Ja. En we hebben gekeken, wat zijn nu toch de prachtige parels in Boksel? Ja. En die hebben we veel. Ja, die hebben heel veel. Die hebben heel veel. Ja. En daar zijn we natuurlijk als Boksel ongelooflijk trots op. Ja, want je had het net al over de 3 kinderen, de Sinterklaas Squad, heet het volgens mij. Dat is hier bij Omroep Dommeland te zien. Dat heeft Omroep Dommeland ook gemaakt. Tot en met aanstaande donderdag is dat te zien. En dan wordt ook bekend waar hopelijk Sinterklaas gaat slapen. Daar laten we een klein stukje van zien. Kijk even mee. Ik ben Luc. Ik ben Lisa. Ik ben Lot. Wij zijn het Sinterklaas Squad. Tot met aanstaande donderdag te zien. Stapel op Sint. Sint komt aanstaande zondag hier in Boksel. Als Boksel Vooruit hebben jullie al ontzettend veel vrijwilligers vaak op de been. Ja. Hoeveel vrijwilligers zijn bij dit evenement nu betrokken? Nu gaat het echt tot over de 100. Echt? Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Ja. We hebben meer dan 100 vrijwilligers. En die hebben we als in de structuur weggezet dat we 5 groepen gemaakt hebben. Anders kunnen we het natuurlijk niet behartigen. Maar het enthousiasme, dat is een groep mensen die is alleen met de inrichting bezig. En die parel gaat er fantastisch uitzien. Ja. Er is een groep mensen bezig die gaat aan de buitenkant de parel opluisteren. En dat gaat ook heel mooi zien. Hoe ben je aan al deze mensen gekomen eigenlijk die meewerken? Want het is natuurlijk fantastisch. Heel spontaan. Mensen hebben op enig moment gehoord van de brief van de burgemeester. Mm-hmm. En toen hebben we een aantal hebben opgebeld, kan ik iets doen? En dat ging van een soort zwaankleef aan. Het ene vriendje belde de ander op en binnen nooitam kwamen er gewoon 10 aanmeldingen. Yeah. En dat was zo ontzettend plezierig om te zien. En voor ons, ik mag zeggen dat Boksen Vooruit, jullie bekend, al vele evenementen georganiseerd heeft. Maar dit grote en zoveel vrijwilligers en zo groot enthousiasme, dat heb ik persoonlijk nog nooit eerder meegemaakt. Nee. In deze omvang niet. Ja. Dus het enthousiasme bij de mensen die meedoen. Het enthousiasme om die parel op te gaan luisteren. Het enthousiasme van name, denk aan onze grote vrienden van Sint. Dat zijn de winkeliers. Ja. We hebben ze allemaal vrienden van Sint genoemd. Kijk. En al die vrienden leveren allemaal een kleine bijdrage. Ja. In welke vorm dan ook. Ja, want de Sint blijft 3 weken logeren. Ja. Wat is daar allemaal voor nodig om hem 3 weken hier te laten verblijven? Om te beginnen moeten die kamers natuurlijk mooi ingericht worden. Ja. Dus hij heeft een heleboel kamers nodig. Ja, want jullie weten vast en zeker wel waar de Sint dan gaat verblijven. Maar dat mag natuurlijk niet verklappen. Hij gaat in een parel van Boksel. In een parel van Boksel. Maar die hebben we veel. Ja, die hebben we heel 10. Veel. Maar wat voor kamers heeft de Sint zoal nodig? Hij heeft natuurlijk een hele grote werkkamer nodig. Ja. Hij heeft een kamer nodig voor die slaapt, zijn slaapkamer. De Pieten hebben natuurlijk een pakjeskamer nodig. We hebben natuurlijk, waar de kinderen hun wensenlijstjes maken, daar hebben we natuurlijk een postkamer voor nodig, een postpiet nodig. Ja. Die kleren van die Sinten, van die Pieten, die lijden veel. Op het klimmen op het dak en door die schoorsteen gaan heel veel pakken kapot. Ja. Dus we hebben een heel groot atelier nodig waar die pakken elke dag gemaakt worden. Wat denk je van buiten? Een stal. Ja, want Amerika, waar blijft Amerika? Natuurlijk, hij moet in een prachtig in de stal. Hij moet pepernoten? Pepernoten. We moeten allemaal aan het bakken, dus we zijn hele grote ovens waar we de hele dag pepernoten moeten bakken. We moeten... Komen daar die ondernemers weer kijken, alle bakkers in Boksel zijn ook mee ingeschakeld. Allemaal vrienden van de Sint. Kunnen de Sint kunnen de kinderen ook de plek van Sint bezoeken? Ze mogen, en dat gaat echt heel uniek worden, de Sint heeft tegen de burgemeester gezegd, als ik mag verblijven in die parel, dan wil ik natuurlijk ook de kinderen ontmoeten. Ja. Nou, nu hebben we 2 programma's gemaakt. Op maandag, op dinsdag, op donderdag en op vrijdag komen 3 keer per dag een georganiseerde school op bezoek. Elke keer een uur komt een groep kinderen en die gaan samen met de leerkracht. Vanuit de scholen, vanuit de gemeente. Vanuit de gemeente. Ja.
Dat geeft natuurlijk mooi wat rust. En dan kan de Sint de kinderen ook persoonlijk zien. En dan kan hij ze ook persoonlijk spreken. Ja. Dan vragen natuurlijk al die opa's en oma's, en wanneer mogen wij dan komen? Nou, op zaterdag en zondag. Ja, die willen met uw kleinkinderen ook. Tuurlijk. Ik zelf ook. Of buiten Boksel. Ik zelf ook. Ook wel de Sint even komen. Dus op zaterdag 21 en zondag 22. Ja. Op zaterdag 28 en zondag 29. Dan is de parel geopend van 10 tot 12:30. Dan gaat de Sint even lunchen. Ja. En dan gaat hij om 1:30 is hij weer op zijn kamer tot 4:30. Okay. En dan mogen al die kinderen en al die ouders en al die opa's en oma's, die mogen samen gaan kijken hoe mooi dat eruit gaat. Mogen ze ook alle kamers zien? Ja, mogen alle kamers zien. Is het gratis? Wat moet Boksen Vooruit altijd organiseren? Ja. Alles is gratis. Oké, wauw. Alles is gratis. Wow. Ze mogen gratis binnen en de wegwijspiet neemt hij mee buiten en de wegwijspiet neemt hij mee binnen. Ik vind het spannend. Ja, heel leuk. Ik zie het aan je. Echt heel leuk. Jij wil ook rondlopen. Ja, ik wil heel graag rondlopen. Hanneke, jij verzorgt de communicatie rondom Stapel op Sint. Kun je vertellen wat je allemaal hebt gedaan tot dusver? Ja, nou, we hebben daar wel ook hier weer behoorlijk wat mensen bij nodig gehad om dit op te tuigen. Ja. We zijn inderdaad met een club mensen samen gaan zitten om te kijken van hoe gaan we dit aanpakken. We hebben met Beleef Boksel gezeten, ja. We hebben met Mark Kleutjes gezeten, we hebben eigenlijk met de Omroep Dommeland een hele grote brainstorm gehouden om te kijken van ja, hoe gaan we dit nu doen? Mm-hmm. Nou, daar ontstonden echt tig leuke ideeën natuurlijk over hoe we dit allemaal aan moesten gaan pakken. Ja. En daar is de serie ook uit ontstaan. Vervolgens hebben we eigenlijk het hele communicatiestuk eromheen ook samen opgetuigd. En de website is inmiddels ook in de lucht. Daar worden ook vanaf morgen worden daar ook de afleveringen op uitgezonden. Dus dat loopt voor nu allemaal. We gaan ook nog de pers verder uitnodigen om ook nog een bezoek te brengen aan deze plek. En dus die mensen ook te vertellen. Bijna. Om deze ook allemaal mee te nemen in het verhaal wat je net hoort. En dat aanstaande zondag is het zover. Ja. Wat kun jij ons vertellen over de intocht? Zondag, ja, bij het wijzigen van een bij dit mooie bezoek moet er ook wat. Wilde Sint ook graag een nieuwe plek waar hij ging aanleggen. Mm-hmm. Nou, daar is dus ook dit jaar een wijziging in gekomen. Hij gaat op de Zwaansebrug aankomen. Mm-hmm. Daar zal hij om 12:30 aankomen en vervolgens zal hij door de Rechterstraat naar de Kroon, naar de markt lopen. Mm-hmm. Daar wordt hij ontvangen door de burgemeester van Mark Buys. En die gaat hem op een mooi nieuw podium gaat hij hem verwelkomen. Ja, want wat kunnen de kinderen Sinterklaas ook nog een handje gaan geven? Ja. Ook hier, in tegenstelling tot andere jaren, dan mochten ze op het gemeentehuis een handje gaan geven. En nu hebben we een dusdanig mooi podium dat Sint ze daar kan ontvangen. Dus iedereen die kan gewoon buiten blijven eigenlijk, maar dus even op het podium om bij Sint en zijn Pieten te komen. Nou, dan hebben we verder nog rond de markt. Hebben we ook nog wat kraampjes waar er zijn alle activiteiten. Ja, spelletjes en eigenlijk allemaal leuk om de kinderen zoveel mogelijk ook daar te vermaken. Dus dat ziet er allemaal heel goed uit. Ja. En ook in de winkelstraten, dat moet ik natuurlijk ook vertellen. Ja, graag. Vertel zoveel mogelijk, dan weten we alles. Ja, want dat moet ook wel genoemd worden, want we hebben ook de winkeliers hebben Pieterpad ingericht weer dit jaar. Ook in het teken van Stapel op Sint. Mm-hmm. Dus daar, ook in de winkelstraat, de winkels zijn open. Dus daar is ook weer ook echt voldoende te doen. Dus we hopen natuurlijk dat iedereen gaat komen. Hoe vind jij dit? Hoe ervaar jij dit? Dit hele evenement? Ja, dit is natuurlijk groots. Er zijn grote evenementen in Nederland rondom Sinterklaas. Ja. Omdat je dat hier nou in Boksel ook van dusdanig grote gaat optuigen. Dat is echt wel... Dat is gewoon super. Yeah. En ook, weet je, het past ook heel goed in waar de gemeente ook naartoe wil. Hè. Die zitten ook met dat meewerken, Boksel. Mm-hmm. En daar gaat dit helemaal in op. En daar word je wel blij van. Ja, Wim, hoe is dat voor jou? Want jij bent al heel lang betrokken, hè, bij Boksel Vooruit. Ja. Dit is toch wel volgens mij een van de grotere evenementen nu. Ja, dit is echt een heel groot evenement. He, dus we organiseren natuurlijk in Boksel ongelooflijk veel. Daar zijn we met z'n allen heel trots op. Er komt steeds meer bij. En mooier en mooier. Ja. Dus ik ben blij dat mensen gaan zeggen, we hebben te veel. Ja. Nou, liever te veel dan te weinig, denk ik. Ja. Dus dan kun je in ieder geval elke week kiezen. Ja. Maar een evenement wat 3 weken gaat duren,
We hebben wel eens ooit andere evenementen gehad van een week of van een aantal dagen. Mm-hmm. Maar 3 weken is natuurlijk heel groot. Dat vraagt natuurlijk ontzettend veel aan de organisatie. Dat vraagt veel van vrijwilligers. Dat vraagt veel aan know-how, et cetera, et cetera. Maar het enthousiasme wat ik mag ontmoeten met de club die het organiseert, mm-hmm. dat geeft zo ontzettend veel voldoening. Hij zegt, daar hadden we het ooit allemaal voor bedacht. Ja. En als volgende week die kinderen daar gaan komen, dan ben ik heilig van overtuigd, dan is alle inspanning die ik gedaan heb, die gaat bijna verloren teniet, zou je kunnen zeggen, in het genot dat die kinderen rondgelopen. Ja. En dan denk je niet meer na hoeveel uren erin hebt zitten. Dat te zeggen, daar ging het toch uiteindelijk om. Daar deden we het voor. Ja. En dat gaat lukken. Ja. Dat gaat echt lukken. Hey, en Hanneke nog, last but not least, je hebt het net wel vluchtig verteld, maar waar kunnen de mensen allemaal, op welke plekken kunnen ze gaan staan zondag? Ja. Dat we weten van daar kunnen ze terecht of daar kunnen ze wachten op Sinterklaas die langskomt? Ja, de belangrijkste plek is eigenlijk wel op de Zwaansebrug en in de Rechterstraat. De Zwaansebrug, die is... Er staan daar duizenden mensen gaan de Zwaansebrug. Nee, maar bij de Zwaansebrug... Geen kastanje boven je omgaan. Die is helemaal vrij, die is autovrij. Okay. Dus daar heb je natuurlijk veel plek. Ja. Dus bij het Dommeltheater heb je veel plek. Daar kun je staan aan die zijkanten, op die brug, aan die andere zijkant. Ja. Gaat die parkeerplaats, dan wordt die ook autovrij daar dan? Ja, die is helemaal autovrij. Ja. Ja. Okay. Ja. Dus daar moet zeker voldoende ook wel ruimte zijn. Mm-hmm. En ja, natuurlijk begeleiden met de muziek, lekker met z'n allen naar de markt. En langs die weg Sint die kant op helpen. Nou, dat is op de markt ook nog één groot feest. Ja, dat gaat dan lekker door. Dus, okay, dus ik kan mijn ramen openzetten zondag. Kunnen we meezingen vanuit mijn huis? Nou, het grote verschil met de Deken de Wijstraat, daar kwam hij aan op het podium en dan ging hij met de koets weg. Ja. En dan was er weinig kindcontact. Ja. Nu hebben we een heel lang lint vanaf de Zwaansebrug door de Rechterstraat, wat Hanneke zei, door de Kronermaar, loopt hij met zijn pieten. Ja. Dus is er veel meer kindcontact mogelijk, in tegenstelling tot de anderen. Ja. Dus daar is ook bewust voor gekozen. Ja. Super. Ik hoop dat het druk gaat worden zondag. En ik ben erg benieuwd naar de plekken waar de Sint de komende 3 weken gaat verblijven. Donderdag weet je het, hè? Donderdag weten we het. Ja. Stapel op Sint. Superleuk. Dank dat jullie er waren. Ja. Graag gedaan. Heerlijk Sanders, onze razende reporters Roer en Emiel. Afgelopen week hebben we ze al een aantal keer gezien. Ik moet er altijd vreselijk om lachen. Fantastisch. Die waren weer de straat op gegaan. Het is aanstaande vrijdag de 13e. En Roer ging met Emiel op pad om te kijken hoe bijgelovig de bokselaar eigenlijk zijn. Aanstaande vrijdag is het 13e. Jassen, ja, hou op. Het is vrijdag, aanstaande is het vrijdag de 13e. Ja, klopt. Toch of niet? Het is vrijdag de 13e. Nee, is niet. Dus wat doen we dan? Binnen blijven. Ja. Blijf je dan extra binnen? Nee. Zeg even in de camera. Vrijdag blijf ik binnen. Je gaat gewoon op pad. Ja. Voorzichtig, komt aan. En het is pas maandag. Toch nog maandag de 13e ben je pas maandag. Ik schrik mijn ongeluk. Ik ben op zoek naar geluk. Oké. Okay. U bent verzekerd en zo? Ja. Goed testament? Ja. Komt helemaal goed? Ja. U ziet eruit als een gelukkig mens. Met tijden wel. Fingers crossed voor vrijdag de 13e. Oké, hè? Ja. Wel zo houden tot vrijdag, hè? Tot vrijdag moet ik dan auto rijden. Niks mee te maken. Succes, hè? Dank u wel. Ja, dat is een mooi getal. 13. Ja. Mijn huisnummer is 13. Een hoefijzer. En dan ga ik wat Latijnse spreken doen. Om uw geest te ontlasten. Insulis verstaat piraat het conium ab insulis postilabal. Heel mooi. Ik ben tevreden en dat is veel mooier als gelukkig zijn. Gelukkig is maar tijdelijk. Oh jee. Voorzichtig vrijdag, hè? Niks verstaan Nederland. Friday? Deutsch. Samstag, vrijdag is de draait sint. Dan moest. Dan. Veel geluk. Friday the 13th. No problem. No problem. I promise. Het is vrijdag de 13e. Mooi. Werk, hè? Er is mij nog nooit iets overkomen op de 13e. Okay. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Hè? Maar doet u er iets tegen?
Nee, weinig. Een engeltje op uw schouder? Nee. Tenminste, niet zoals ik werk zie. Durf jij er zelf wel, die onder zo'n ladder doorlopen? Ja, natuurlijk. Kijk, ik heb hier een hoefijzer. En fingers crossed. Vrijdag de 13e, spannend. Nou, volgens mij kan Roel ook nog wel een cursusje Duits gebruiken, Roel. Heel iets anders. 30 november gaat er een nieuwe stichting van start hier in Boksel. Ouderen in regie Boksel. En daarvoor bij mij op de bank Ad van der Brand. Klopt. Vertel, nieuwe stichting. Nieuwe stichting. Ouderen in regie Boksel, wat is het? Ja. Wat houdt de stichting in? Nou, in ieder geval regie staat centraal. En ik zit tegenover een acteur die weet als geen ander wat regie is. Ja. Regie is... dat je alles wat je in je leven meemaakt zelf voor een groot deel kunt beslissen en kunt sturen. En dat kan, ook als je senior bent, en dat wordt vaak vergeten. Maar ik ben in 2014 begonnen met een paar uiteenzettingen en lezingen in Ursula Gebouw voor senioren om hun aan te porren om zelf vooral regie te nemen voor de toekomst, qua wonen. Mm-hmm. Maar zeker ook als je zorg en hulpbehoevend wordt. Om daar in ieder geval zelf de regie te nemen, in die zin dat je zelf baas blijft over je eigen situatie. Mm-hmm. Dat sloeg aan en er zijn wat vervolgbijeenkomsten geweest. En na aanleiding van die vervolgbijeenkomsten heb ik op een bepaald moment geopperd van, het zou goed zijn dat er mensen zelf ook echt regie nemen, dus zelf in actie komen. Ja. Dus is het wellicht iets om wat werkgroepen op te richten. Ja, want wat je, er zijn binnen de stichting zijn ook een aantal werkgroepen. Ja. Kun je hier een aantal voorbeelden van noemen? Ja, we hebben vanuit de ideeën van de werkgroepen gezegd, nou, we hebben een soort paraplu-stichting. De Stichting Ouderen en Regie is eigenlijk een soort paraplu-stichting, waar de kleinschalige wooninitiatieven onder vallen. Dus mensen die senior zijn, die zelf een kleinschalig wooninitiatief willen gaan opzetten, die vallen daaronder. Er zijn er een drietal werkgroepen. En een werkgroep die zich bezighoudt met zorg en onderlinge dienstverlening. En die vier werkgroepen die steunen eigenlijk de stichting. En de stichting is daar in feite degene die groepen kan faciliteren, adviseren. En dat is ook een beetje de rechtsvorm die we gekozen hebben om stappen te maken. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat we wat middelen kunnen genereren door subsidie te krijgen. Maar zeker ook om mensen te blijven stimuleren zelf de regie echt te nemen. Ja. En echte regie voor senioren is nog vrij nieuw in Boksel. Okay. En dat is nieuw in die zin dat mensen denken van nou, als ik iets kom te mankeren, dan wordt er voor mij gezorgd. Maar ja, komt het wel goed? Komt wel goed. Ja. Maar dan is het vaak een stap te laat. Ja. En mijn credo is ook, probeer een beetje daar vooraf na te denken. En www.wachtnietaf.nl, om maar eens iets te noemen. Mm-hmm. En als je echt goed oud wil worden, moet je daar op tijd mee beginnen. Ja. Dus vaak wordt er bij feestjes en partijen en in familiekringen. Is dit een tendens die je in heel Nederland ziet? Of is vindt het vooral hier in Brabant plaats? Nee, ik denk dat je dat in heel Nederland ziet en dat er heel veel senioren zijn. In Boksel zijn er bijvoorbeeld 1 op de 5 mensen is in Boksel ouder dan 60 jaar. 1 op de 5? 1 op de 5 mensen in Boksel. En dat is in de wijk Oost waar ik woon. Ja. In het bijzonder zo, want die wijk is 40 jaar geleden is die eigenlijk gebouwd. Mensen zijn daar gaan wonen, wij ook, mijn vrouw en ik. En die zijn allemaal tegen de 60 of daarover. Hebben laatst nog bij de Boksel Oostdag ook een passanten-enquête gehouden. En daar dan bleek dat 75% van de passanten-senioren geïnteresseerd zijn in het onderlinge met elkaar dienstverlenen en het mogelijk opzetten van een soort zorgcoöperatie. Ja, want het komend weekend wordt er ook een pilot gehouden in onder andere Boksel Oost. Ja. Komt er een enquête onder meer dan 260-plussers, begrijp ik? 248 adressen hebben we via de gemeente kunnen krijgen. Ja. Over een pilotgebied in Boksel Oost. Ja. Dat is een deel van de componistenbuurt. Dat zijn dus 248 adressen. Het kan dus best zijn dat er meer dan 300 of 400 senioren van 60 jaar wonen. Zo. Omdat er per adres wellicht meer dan één persoon woont die 60 jaar is of ouder. En die gaan we bevragen of men interesse heeft in het opzetten van onderlinge zorg en dienstverlening op buurtniveau. Maar ook wellicht mee wil werken aan het opzetten van een zorgcoöperatie. Ja, want wat zijn, wat je zegt net al, wat zijn enkele vragen uit zo'n enquête bijvoorbeeld? Nou, een van de vragen is van, heeft u al nagedacht over uw woontoekomst? Dat is de eerste vraag. En dat klinkt heel vanzelfsprekend dat senioren dat doen.
En er is ook wel over nagedacht en nogmaals wordt er vaak over gesproken. Maar daarin in actie komen en daar ook echt vorm en inhoud aan gaan geven, mm-hmm. dat valt vaak tegen. Mm-hmm. Dus wij proberen met een werkgroep daar ook een beetje sturing en vorm en inhoud aan te geven om mensen daarin te steunen. Om ook daadwerkelijk die gedachte te krijgen van wat ga ik doen met mijn woontoekomst. Yeah. Woon ik nog wel goed yeah. hier en wil ik wel hier blijven wonen. Je had het net al over wonen en woonvoorziening ook. Even terug in het interview. Waar moet ik aan denken aan eisen bijvoorbeeld van wonen en woonvoorziening? Nou, ik denk dat als senioren zelf wat komen te mankeren, dat dan pas duidelijk wordt wat voor dingen men mist in een woning. Bijvoorbeeld het traplopen kan vaak een probleem worden. Dan is het toch van belang dat je daar vooraf denkt van ja, wil ik hier nog wel blijven wonen of ga ik een traplift aanschaffen. Geëikt is dat er beugels komen als je ouder wordt, in ja. de badkamer, het toilet en zo. Maar er zijn ook situaties waarbij mensen denken, nou ik wacht wel af. En als het nog erger wordt, mm-hmm. dan worden vaak mensen opgenomen in een verzorgingshuis. Mm-hmm. En dan is onze ervaring dat mensen toch dan meteen een stuk regie in gaan leveren. Mm-hmm. En ook daarin zeggen wij, als je nou zelf ook dat stukje wonen gaat organiseren, dan heb je in ieder geval het voor elkaar dat je zelf daarin ook de regie neemt. En zelf kijkt van nou, hoe wil ik gaan wonen? Ja. Met wie? Ja. Kleinschalige woonprojecten kun je dan opzetten bijvoorbeeld. Waarin je zelf ook het programma van eisen voor het wonen mee opstelt. Mm-hmm. Een projectontwikkelaar zoekt die past binnen de gedachtegang van ouderen in regie. Waarbij je zelf ook daarin de regie neemt. Mm-hmm. En dat is een breed schaal, dat kun je van klein tot heel groot maken. Maar de wens van veel senioren is ook om bijvoorbeeld een centrale ontmoetingsruimte bij de woonvoorziening te hebben. Mm-hmm. En daar ook levensloopbestendig gaan te wonen. Ja, en we hadden het net over de enquête. Ja. Even komend weekend vindt die pilot plaats. Ja. Je hebt de enquête afgenomen. Wat gebeurt er daarna? Nou, wat we daarna willen doen is... Ik denk dat mensen wel willen weten. Ja. Nou, we hebben medewerking gekregen van de gemeente om dit soort pilot uit te kunnen zetten qua adressen. Ja. We gaan in ieder geval de gemeente daar ook over informeren wat de stand van zaken is. Maar we gaan in eerste instantie terug naar de geënquêteerden om te vertellen wat eruit is gekomen. Stel voor dat er van de... groot aantal mensen die er is, 100 mensen zeggen, nou wij voelen daar wel wat voor. Om mee te werken aan een soort zorgcoöperatie mm-hmm. of onderlinge dienstverlening. Dan gaan we met die 100 mensen gaan we aan de slag om iets op te richten van waar mensen zelf weer opnieuw de regie nemen. Niks is al vastgetimmerd, we gaan niet uit van vaststaande plannen. We gaan sonderen wat mensen willen mm-hmm. en wat die mensen willen gaan we kijken of dat we dat in praktijk kunnen brengen. Dus we hebben niet zo een plan in de achterzak van nou dit zal het moeten worden. Nee. Doen we niet, nee. Maar dan zou namelijk de eigen regie geen recht doen. Het is ook daarin de eigen regie nemen en kijken van wat hebben mensen nou echt nodig en op welke wijze kunnen we dat met elkaar ja. organiseren. Ja. Vindt dit alleen in Boksel plaats? Of is het ook voor Lennesheuvel, Liemt? Het is Boksel breed. We zijn een stichting voor Boksel, inclusief Lennesheuvel en Liemt. Dus gemeente Boksel eigenlijk. Precies. Alleen moet ik daar wel bij aantekenen dat Lennesheuvel natuurlijk qua bebouwing en qua bewonerssamenstelling en Liemt wel iets anders is dan Boksel en in het bijzonder Boksel Oost. Ja. Want Boksel Oost wordt van gezegd dat er geen sociale cohesie is. Mm-hmm. En die is er wellicht ook niet. Maar dat kun je blijven zeggen, maar je kunt er ook iets aan doen. Mm-hmm. Nou, wat wij nou proberen is met die werkgroepen, qua zorg, maar ook qua wonen, daar iets aan te doen. En de stichting die we op gaan richten is, zoals gezegd, een soort paraplu-organisatie die de kennis heeft en die groepen gaat faciliteren. Ja, 30 november gaat jouw stichting, als ik het jullie stichting van start, hier in de gemeente Boksel. Zijn er eigenlijk ook meer van dit soort stichtingen in Nederland? Dus op landelijk niveau. Ik vermoed van wel, Geert, dat er die wel zullen zijn. Maar op deze wijze is mij nog niet bekend. Oké. Okay. Het is, kijk, wat we wel gaan doen is kijken bij andere gemeenten. Zoals in Oosterwijk is een zorgcoöperatie. Daar kunnen we van leren. Mm-hmm. We hoeven zelf het wiel niet uit te vinden. Mm-hmm. Dus daar kunnen we echt onze kennis gaan opdoen. Ook bij andere vormen van zorgcoöperatie. Maar mm-hmm. kleinschalige projecten voor senioren zijn er ook wel, maar de combinatie van die twee mm-hmm. is mij nog niet zo bekend. Hoe is jullie koppeling met de gemeente? Stel dat jullie tot hele bepaalde conclusies komen als stichting, dat je zegt van nou, zijn daar goede contacten? We hebben hele goede contacten. We zijn ook een burgerinitiatief en mm-hmm. we worden ook daarin ondersteund. Het college is ook erg fan van burgerinitiatieven. Mm-hmm. En wethouder Van den Broek is ook een van de
wethouders die regelmatig met ons contact zoekt en wij met hem. Ja. Om dingen voor elkaar te krijgen en te kijken van waar zijn er bijvoorbeeld in Boksel mogelijkheden om nog iets gaan te bouwen. Ja. Welke gebouwen heeft de gemeente zelf in eigendom om die mogelijk om te vormen voor seniorhuisvesting. Maar is ook natuurlijk erg geïnteresseerd in wat kun je doen met onderlinge hulpverlening in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. Ja. Want dat elkaar helpen betekent dat je niet eerst naar de gemeente kijkt, maar eerst naar jezelf kijkt. Om te kijken hoe kunnen we zelf in eigen regie zelf verantwoordelijkheid nemen. Ja. En dat is een beetje de toekomst voor de zorg. Ja. Want dat betekent de traditionele zorg, die is natuurlijk goed vertegenwoordigd in Boksel. Ja. Maar ja, daar wordt toch anders met regie omgegaan als dat wij graag zouden zien. Ik wens je heel veel succes. Ik dank je wel. Ouderen in regie. Boksel, zijn ouderen een beetje carnavallers? Ik dacht het wel, zeker. Wil jij zelf een carnaval? Jawel, altijd geweest. Vroeger, nu wat minder, maar de kleinkinderen dan, hè. Okay. Ja. Morgen, 11e van de 11e. Ja, Brabant gaat weer op zijn kop. En daar gaan we even over praten straks. Maar eerst gaan we naar een optreden toe. Roy Rico. Ja, die is die dan. Ben jij er klaar voor? Nou ja, ik nooit, maar ja, het wordt altijd chaos. Het maakt eigenlijk niet uit. Ik zou zeggen... Laat het bier maar komen. Take it away, Roy Rico met je medley. Ja, ik ga een medley doen, dames en heren. Net 5 minuten geleden ingestudeerd van niemand minder dan de grootste carnavalsartiest van Nederland. Naast Rico natuurlijk, André van Duin. En ik zie wel waar het schip strandt. Wij dansen de samba, we dansen de samba. We dansen de samba, ballen, ballen overal. Ja! We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba ballenbal, daar is het bal. Willempie hoorde overal. Willempie bij het carnaval. Het heeft niet of ik heet, dat maakt niet uit. Nee, dat kan me niet schelen, nee. Ik wil met jou wel dansen, maar mijn voeten doen zozeer. Mijn voeten doen zozeer, mijn voeten doen zozeer. Ik wil met jou wel dansen, maar mijn voeten doen zozeer. Mijn voeten doen zozeer. Ik heb hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen, oh wat zijn ze groot. Er staat een paard in de gang. Ja, ja, een paard in de gang. Ho, ho, een paard in de gang. Een paard met staart. Rap, 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 rap. Ik wil met jou wel 7 weken onder de elektrieke deken. Met de schakelaar op 4. Hebben wij nog veel plezier en wat zingen we dan met z'n allen in de studio? Ik met jou wel 7 weken, mooi! Onder de elektrieke deken, met de schakelaar op 6, blijven wij nog lang in bed. Ik heb de wekker niet gezet. Ik schreeuw het uit over de daken. Niets met anderen te maken als ik huil. Oh, dus laat die tranen nu maar komen. Laat die regenbui maar komen als je huilt. Want als je huilen kan, dan huil ik. En als wij huilen gaan, oh, dan huilen we gewoon voor 2. Zo. Er staan er nog 85 op, maar ik denk, ja, ik heb maar 3 minuten, dus moet ik maar afkappen. Applaus, Roy Rico, kom hier zitten. Ja, maar ik heb gezellig. Hey. 11e van de 11e. Hey, het is al één groot gekkenhuis hier. 11e van de 11e. Ik zou zeggen, bier, beste meneer Hans. Het is carnaval bijna, hè? Gemeentepils. Ja, bij mij op de bank Roy Rico. Jawel. En Alberto. Goeiedag, joh, Geert. Leuk dat je er bent. Wat zit jij hier leuk, man? Is dit jouw studio? Ja, dit is mijn studio, ja. Dan meen jij niet. Ja. Godverdomme.
Echt goed aan, ja. Jongen. We zijn goed voor elkaar, jongen. Je had vorig jaar je prachtige hit, Onno, mag ik je toyboy zijn? Ja, dat klopt. Morgen gaat het starten, 11 van de 11e. Hoe ziet jouw carnavalsweek er eigenlijk uit, Alberto? Nou, god, ik sta 's ochtends zo'n een uur of twee op 's middags. En dan ga ik naar de sportschool. Ja, dan ga ik naar de sportschool en dan ga ik daar eens even goed te keer. En dan ga ik me inleven, zeg maar, in het carnavalsgedruis. En dan begint de carnaval voor mij. Dus het is eigenlijk een voortrajectje wat ik doe voor de carnavalsweek. En dan in de carnavalsweek, ja, dan is het optreden. Het is gewoon het een uit het andere optreden. Is het gewoon, dat was vorig jaar natuurlijk één groot gekhuis. Ja, je wil niet weten, joh, hoe dat was. Dat wil je echt niet weten. Maar ik zal het je wel vertellen als je wil. Kijk, het was gewoon zo'n gekkenhuis, hè. Wij gingen gewoon op en neer, van hot naar her. Van beneden naar boven. Het was gewoon echt waanzinnig, waanzinnig. En dat gewoon zo binnen 24 uurtjes, hè. Je hebt nog maar liter. Kijk maar even mee op de foto. Je ziet op tv. Ja, kijken. Kijk, we hebben een foto van jou, als het goed is. Moeten we even aan de regie vragen. Oh. Kun je een foto laten zien van Alberto? Hé! Hey! Hier zie ik ook nog een cowboy en een indiaan. Ja, dat zijn mijn maatjes, Geert. Waar zijn ze? Dat zijn mijn maatjes en dat zal ik je even zeggen. Kijk, die linker, dat is Cowboy Boy. Ja. En die zit nou op zijn farm en die is lekker aan het chillen. Kijk, en de andere jongen, dus de indiaan, en dat is gewonde knie. En die zit in zijn tippie. Kijk, en ik was daar vanmiddag en hij zat een beetje te smoken, weet je wel. Dus ik zeg, nou vriend, ik heb vanavond nog een optreden bij Omroep Dommeland. En ja, god, maar het zijn leuke gozers. Alleen ja, god, die jongens die werken ook hard. En ja, die kunnen ook niet altijd. En we zitten natuurlijk voor de carnaval en... Ja, maar je zei, hij zit in zijn tipi, maar hoe bereid jij je nou eigenlijk voor op carnaval? Ja, ik slaap veel natuurlijk. Hè. En ik ga natuurlijk de studio in samen met de producer. Yeah. En dat is Roel Jongen, dus de producer is dat. Kijk, en die produceert heel veel natuurlijk. En ja, god, die is nou bezig met een nieuw liedje. Ja, wanneer beginnen die voorbereidingen eigenlijk? Ja, die beginnen al heel vroeg, na de zomervakantie eigenlijk. En dan begint het al met nadenken. We kijken van, wat zouden we nou doen? Wat ga je nou doen? Wat kies je voor een onderwerp en zo? Hè? Wat loopt er? Hè? Yeah. Wat zit er in de pijp, in de pijpleiding? Hè? Yeah. Dat soort zaken allemaal. En dat krijg je, Geert. Ja, god. Hey, jullie zitten als twee carnavalsartiesten hier bij mij op de bank. Roy Rico, hoe ziet jouw carnavalsweek er nog maar liter uit? Dat kan ik me nooit meer iets van herinneren eigenlijk. een beetje weg naar carnaval. Dus vandaag nog maar even lekker aan het gemeentepils, hè? Ja, heerlijk. Alberto, jij had vorig jaar de carnavalskraker van 2015. Alle media in Nederland lieten het nummer voorbij komen. Onno, mag je toyboy zijn? Is het een one day fly? Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat het natuurlijk niet. Hè. Ik hoop natuurlijk dat het... Dat er meer vliegjes zijn die vliegen. En dat zullen we allemaal merken natuurlijk. Hè. De aankomende twee weken als dat nummertje uitkomt. Ja. Dan moeten we kijken wat het wordt. Hè. Ben je er rijk mee geworden met het nummer? Ja, wat denk jij nou? God, hartstikke natuurlijk. Hè. Loaded. Kijk, dit is uit mijn tijd, jongen. Kijk, voordat ik ontdekt werd, heb ik op een naaiatelier gewerkt. Ja, geloof het niet, maar een naaiatelier, mensen. Ja, werkelijk. Kijk, en ik naaide gewoon leren broeken. Ja, echt heel veel. Ja, serieus, joh. En petten. Serieus. En dat was keileuk, maar ja, god, op een gegeven moment word je ontdekt. Ja, en dan kan je dat niet meer. Maar je komt met een nummer met Onno mag je toyboy zijn. Is het niet een beetje op de man gespeeld? Nou, kijk, weet je wat het is? Kijk, ik vind hem een hele leuke gozer, hoor. Want dat weet jij. Ik heb hem gewoon, ik draag hem een warm hart toe. Kijk, hij gooit een beetje zijn privé op straat. En dan kan je een beetje krijgen dat je dan een speldenprikje in je torso krijgt natuurlijk. En dan heeft hij een beetje op zijn donder gehad. Maar ja, god, ik vond het natuurlijk niet leuk wat allemaal flikte bij hem. Hè. Zo stiekem gewoon fotograferen en dat soort zaken. Maar je daar hebt niet 30% van je omzet gegeven aan Onno? Nog niet. Ik moet hem nog ontmoeten. Nou, ik heb hem al een paar keer geprobeerd te bellen. Heeft hij gereageerd eigenlijk? Op ja, hij heeft wel, ze hebben hem wel geïnterviewd. Van een gender in Limburg, L1 geloof ik dat is. Nou ja, goed. En toen zei Onno dus, ja god, ik vind het, ik kan er wel mee lachen. Ik vind het, en weet je Geert, het is een speldenprikje. Ja. Kijk, ik bedoel, het is gewoon, en het is natuurlijk niet zo handig dat hij het op straat gooit. Het is natuurlijk niet zo handig. Hè. En, maar nogmaals, we hebben hem gewoon met zachte fluwelen handschoentjes aangepakt. Vind ik zelf, dus ja.
Maar ik wil hem heel graag ontmoeten, joh. Kun je een klein tipje van de sluier geven wat jullie nieuwe carnavalskraker... Ja, dat kan ik wel. Kijk, weet je, Geert, in deze tijd geven wij veel liefde natuurlijk aan mensen die van boven de rivieren daar onder de rivieren komen natuurlijk naar Brabant. Wij zijn heel gastvrij en groen, zwart, geel, bruin of blauw of geel, iedereen kan hier komen. En wij ontvangen ze met open armen en gaan gewoon... In de Polonaise, dat doen wij gewoon. Kijk, dus ja, dat vind ik goed. Ja. Vind ik heel goed. Ja. Alberto, jij gaat zo voor ons nog Onder Je Toboy zingen? Ja, zeker. Ja, zeker. Wat dacht jij? Dan ben ik hiervoor gekomen, Geert. Ga je voorbereiden. Roy Rico, ja. Aan jou wat vragen. Oh. Jij hebt het nummer, of de single ooit uitgebracht, Bier. Is het niet een beetje een hekel onderwerp nu met alle jeugd die tegenwoordig moet opletten met alcohol, et cetera? Nee, je moet pas opletten als je er meer dan 20 gaat drinken. Want dan, wordt het echt, dan kan je het allemaal niet helemaal meer volgen, maar tot die tijd gaat het eigenlijk lekker hoor. Nee, ik ga het prima zo. Hey, Ik kan hele kleuterklassen opnoemen die het meezingen. Maar wat ik me afvraag, ja. je praat een beetje Amsterdams. Oh ja. Hey, je hebt een beetje Amsterdams accent, hè? Je woont in Boksel. Nu wel, ja. Waar kom je vandaan? Nou, wat denk je? Amsterdam. Tadaa! Helemaal goed. Ja, daar kom ik eigenlijk wel vandaan, ja. Ik woon nu 12 jaar in Boksel. Ja? Ja. Daarvoor heel even in Den Bosch en daarvoor zat ik in Amsterdam. Loop jij er altijd op deze manier bij eigenlijk? In nee, s'nachts niet. Nee? Dan ga ik liggen en dan loop ik niet eigenlijk. Dus dan ga ik mijn jasje uitdoen en zo. Ik heb een doos tissues gekregen, dat is toch aardig. Ja, je bent flink aan het zweten. Oh, is het niet heel vermoeiend om iedere keer zo op te treden? Het is hartstikke leuk. Ja. Het is echt leuk. Eén grote menigte die altijd feest aan het vieren is. Ja, dat iets anders verwacht ik eigenlijk niet. Dat vind ik zo gaaf om te doen. Ja. Ik wil heel graag nog blijven doen als dit nog even kan. Ja, want hoe bereid jij je nu voor op zo'n carnavalsweek? Dat begint eigenlijk direct na carnaval al. Want je moet heel lang van tevoren al nadenken. Maar dan komt er een hele tijd alleen maar rotzooi uit. En dan gooi je allemaal nummers weg. Daar heb je helemaal niks aan. En dan eigenlijk de laatste maanden. Dan komt in één keer, komt het. En als het komt, dan hou je hem. En dat is gaaf. En dan krijg je een hit. Dat is mooi. Iedereen eens moeten, niet te veel mensen moeten proberen. Dan krijg je te veel concurrentie. Wat ben je eigenlijk al bezig met een nieuwe single nu? Ja. Ik kwam net de producer ook van Onno tegen. Die heb ik even vastgeklampt. Ja. Dus we hebben meteen een afspraak gemaakt. Dus we gaan heel snel de studio in. Want we hebben een goed plan. Echt? Ja, hij zegt, dat wordt een wereldhit. Nou ja, in elk geval een Boksel. Dus dan ben ik al blij. Hoe kijk jij nu op tegen zo'n Alberto? Nou, ze is kleiner dan ik. Wat is dit? Het is een heel vulgair. Ga even iets dichter bij jou zitten, Geert. Nou gaat meneer Alberto helemaal los, geloof ik. Nee, want die hit van hun... Kijken er tegenop. Dat vind ik magnifiek. Die hebben gewoon iets van 700.000 views op YouTube. Zeg ik goed, toch? 780.000 hebben ze in elk geval. 2,7 miljoen duizend. Dat is echt heel veel. Ja. Dat heb ik niet, hoor. Ik ben wel blij met 10.000. Morgen, 11e van de 11e. Brabant staat morgen op zijn kop. Wij gaan nu even hier ook flink in de studio op z'n kop. Dus ik zou zeggen, iedereen achter de camera, ik wil de Polonaise en ik wil bier zien. Hier is Alberto met Onno. Mag ik je toboy zijn? Ja! En ik dacht, je weet maar nooit. En heb op goed geluk een tweet eruit gegooid. Maar nog geen uurtje later reageerde hij spontaan. En vroeg me om een keer op stap te gaan. En nu zingt elke nicht van Heerenveen tot aan Maastricht. Onno, mag ik je toyboy zijn? Onno, dat vind ik toch zo fijn. Onno, mijn lieve Onno, ik wil gewoon altijd.
telefoon. Ik krijg vlinders in mijn buik van al jouw marsvertoon. Leg me aan je ketting, ik doe alles wat je wil. En maak je maar niet druk op ons leeftijdsverschil. Kom nou hier en help me, ik zit al jaren in de shit. Oh, dit is geen bananensplit. En nu zingt elke nicht van Heerenveen tot aan Maastricht. Oh no, mag ik je toyboy zijn? Oh no, dat vind ik toch zo fijn. Oh no, mijn lieve oh no, ik wil wel altijd bij je zijn. Oh no, er staat wel gek op jou. Oh no, ik wil met jou op sjouw. Zingt elke nicht van Heerenveen tot aan Maastricht. Oh no, mag ik je toyboy zijn? Oh no, dat vind ik toch zo fijn. Oh no, mijn lieve oh no, ik wil wel altijd bij je zijn. Oh no, er staat wel gek op jou. Oh no, ik wil met jou op sjouw. Applaus, Alberto! We zijn klaar voor carnaval, zou ik zeggen. Ik ben er over volgens mij 2 weken weer. Ben jullie terug? We gaan hier aan het bier. Tot volgende keer, Omroep Dommeland! Doei!